Hey Bruno, Bruno. Si. Bruno's. Hey, Bruno gaat ook, hè? Hotel Bruno. En jullie willen onherkenbaar blijven? Nou, dat kan allemaal, of wij zijn de stad. Maar willen jullie wel het hotel laten zien? Zeker wel. Nou, heel goed. Dan ga ik jullie half voor, half achter, want ik ben heel benieuwd. Wij zijn allemaal heel benieuwd. Komt u maar. Wanneer opent de zaak? Nu. Nu? Ja. Sta je al op booking.com? Ja. Wat een feest. Kom maar kijken. Ja, nou, dat is heel goed. Laat maar zien. Heel vroeger was dit ook een hotel. Is het hier? Ja. Dat ja. Heel vroeger was dit ook een hotel. Maar nu is het pas echt een mooi hotel geworden. Mooi hotel, ja. Dat was een logement. Dit is een hotel. Een logement. Dit is een hotel. Goed. Dit is onze eerste kamer. Bruno's lievelingskamer. Heel klein, heel mooi, heel goed opgelost. Kleine... Enfin, kom maar kijken. En deze Bruno die jullie voor je houden, dat is ook echt het logo. Dat komt overal terug. En wie is dat? Bruno is eigenlijk een soort fictieve figuur, maar we hebben heel lang gebrainstormd over hoe we dit hotel nou heel leuk en origineel konden maken. En toen hebben we over allerlei oplossingen gedacht. En één daarvan was dat we het leuk zouden vinden als een soort, zoals je dat in Japanse lofhotels ziet, een soort vendingmachine was waar grappige dingen in zouden zitten. Daar hebben we ook oplossingen voor verzonnen. En toen vonden we, dankzij het feit dat andere Bruno daar, verzon dat het hotel Bruno zou moeten heten, hebben we iemand gevonden op het internet die in de jaren 70 tamelijk populair was met het spelen een soort soft pornofilms. Het heeft geen enkele pornografische dekking, dit hele hotel niet, maar we vonden zijn hoofd en eigenlijk de hele look van wat deze man is, deze Bruno, hebben we eigenlijk heel veel grapjes en dingen uitgehaald in dit het hele ontwerp. Ja. Ja. Hij doet mij een beetje denken ook aan Der Günther van You Touch My Tralala. Zo'n soort figuur. Maar laat ik hem maar eens zien, want we gaan Bruno nog veel tegenkomen. Ja. Dit mislukt wel een beetje hoor, dames. Geef dan maar niks. Nou, dit is een van de kleinste kamers, denk ik, of niet? Dit is de kleinste kamer. En je kunt hier met z'n tweeën slapen. Eentje gezellig boven, eentje beneden. Dat is dus voor de stellen die niet meer zo intense... Ja, of broers en zussen, vaders, moeders, kinders. Of gewoon... Hele bijzondere lamp. Iedereen die dat graag wil op basis van... gezellig slapen met z'n tweeën, maar niet per se samen in één bed. Nou, er zijn er best wel wat setjes van te verzinnen, dus dat hebben we bedacht. En dan een lamp, die is wel handig om die even aan te doen. Die spiegels, aan spiegels geen gebrek hier. Ja. En Ab Schot en Filip de Munk, die hebben al onze bedden gemaakt. Deze fantastische blokkentrap hebben zij gemaakt. Ja, die is heel erg mooi. Ja, die hebben sowieso echt zo goed... geluisterd en zo goed bedacht en meegedacht en uitgevoerd van wat wij heel graag wilden. Daar zijn we echt super blij mee. Dat ook. En dan zit er een klein ratje in met een lampje. Ja, mooi hè? Ja, dat is heel mooi. En een mini badkamertje. Ja, dan kan je alles doen wat je moet doen, hè? En wel een hele grote kop. Ja. Kijk, daar valt mij ook gelijk de zeep op. Zelfs dat is van Bruno. Is dat wel een goede shampoo, lekkere bodywash? Zeker. Alle uitgebreid getest. Ja, zeker. Ja. Maar jullie hebben gewoon gelijk een hele eigen lijn. De eigen bekertjes, eigen stickers, eigen... Ja. Nou, tof. Dat vonden we wel zo mooi en dan maakt het wel helemaal af. Ja, nou ja, helemaal mee eens. Oké, op naar de volgende. We hebben er zes, hè? Zes kamers. Ja, we zijn er gewoon. Ik val enorm door de mens, maar dat maakt niet uit. Komt u maar. Huh? Acht. Oh ja, ik vind het eerst. Wow. Oh, dat is heel wat anders. Ik doe een beetje koninklijke bloeden dit. Door achteruit te lopen. Is dat? Ja. Ja, dat is heel anders dit. Heel mooi. Stuk groter. Ja, stuk dit is Bruno's comfortroom. Eentje die groot is, waar hij graag komt. Niet per se als hij zijn pak en zijn dancing shoes aan heeft. Maar wel gewoon om luxe en breed en komt uit hier te kunnen verblijven. Je kunt hier op en onder de bed. Je hebt een badkamer die eigenlijk niet zo heel veel verhult. En
Ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ja, wel heel mooi hoor. Met planten erover. Middelburgse plantjes ongetwijfeld. Zeker, van Femke. Juist, ja, kon niet missen. Daar zie ik dan wel een hele bijzondere lamp ook. Is dat voor, ja. Deze? Ja. Ja, dat is wel een echte vintage lamp. Die komt van Chameleon Design in Goes. En die, of Eindewegen eigenlijk. En die heeft, deze lamp had al een tijdje en deze kwam hier prima op zijn plek. Net als de streep die we, die Ab zo mooi met zijn schilders heeft geschilderd. Tot en met over de Luxaflex aan. Onder het bed van de, onder dit bed kun je ook de namen van de schilders. Ah, dat is een extra zoektocht. Die hebben daar een handtekening onder gezet. Maar het is een beetje, want kijk, als je naar het plafond kijkt, dat doet het je echt denken aan het klassieke plafond. Dus ik zie een klein beetje jaren 70, maar toch ook weer niet heel erg. Nee. Dus het is echt een kruising van allerlei stijlen, toch? Ja. Ja, ja, laten we maar zeggen dat we gewoon heel erg bedacht hebben dat Bruno van dit type kamers houdt. Oké, okay, ja, dat is heel goed. Op naar de volgende. Yes. Lekker een zachte traploper. Dat is gaat er een alarmpje van de deur af. Moet ik hem even dicht doen? Nee, dat gaat vanzelf ook maar. Kijk, hier komen we bij spielerij. Wat is dit? Dit zijn mijn Bruno's lievelings speelpakketten die komen hierin, in deze machine. Als je zin hebt in een wilde nacht, dan kun je in een pakketje wat hierin komt te liggen, kun je alles vinden wat je daarvoor nodig hebt. En als je zin hebt om op pad te gaan en te sporten en te rennen, dan kun je een zweetbandje vinden van Bruno natuurlijk. Een rugtasje, een drinkfles. En als je alles bent vergeten, dan kun je ook een tandenborstel, een onderbroek, van alles vinden. En de rest van de pakketten die houden we nog even geheim. Een beetje, er wordt nog een beetje meer spielerij mee gedaan. Een beetje mee gespield. Kijk. Nou, eigen bekertje is keurig. Hier kunnen de mensen koffie en thee pakken, in zo'n mooi bekertje natuurlijk. Is dat gewoon bij de prijs inbegrepen? Zeker wel. Ja, fantastisch. En deze kamer is... Keurig mooie lamp. Ook heel mooi. Mooi. Komt die lamp allemaal van dezelfde leverancier of hebben jullie die door het hele land? Die hebben we allemaal door het hele land weggehaald. Ja, we kennen iedere website op dat gebied. Kijk, dit is hier krijg ik opeens een beetje Bruno gevoel volgens mij. Ja. Gouden kussens. Ja, gouden kussens, een fluffy kleed. Oh kijk, wat een schoenen hier, joh. Ja, die zijn van Bruno's vriendinnetje. Ja, hier krijg ik een beetje kinky gevoel van dames. Ja. Gouden kussen zie ik. Ja. Ja. Dit is echt heel anders. En hier deze badkamer, kijk ook maar. Ik vind dat ook zo mooi. Die tegels. En je kunt hier dus kun je op de wc gaan zitten, doe maar. En dan kun je naar buiten kijken. Houdt dat mijn gewicht? Gaat dat niet kapot? Zeker niet. Oeh, nou, dan kijken we zo, kan je zo naar de buurman naar binnen. En nu kunnen ze mij niet zien natuurlijk. Wel hoor. Dan moeten ze wel heel goed kijken. Maar dat is wel kinky. Toch? Ik vind het ook hele mooie tegels. Ja, dat is super leuk. En er zit nog wel glas tussen, ja. Ja, prachtig. Ja, dit vind ik wel een sexy kamer hoor. Ja, dan moet je je nat maken voor de volgende. En wat zijn hier, ik zie hier ook weer stickers. Ja, als je nou, wij serveren geen ontbijt, dat kan hier, dat doe je hier niet. Maar als je iets wilt ontbijten of iets wilt drinken of iets wilt snacken, dan kan je dat kopen en dan kan je dat hier in de koelkast bewaren, dat je 's ochtends yoghurt hebt of dat soort dingen. En als je wel wilt ontbijten, dan kun je naar Luc en die verzorgt voor ons. Luc op Play 40? Ja, die is leuk. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Ja. Ja. Als je die spullen stasht in de koelkast, dan kun je daar je kamernummer opschrijven en dat op je koele gear stoppen of plakken. En dan is het voor iedereen duidelijk dat het bij kamer 6 of 4 of 3 hoort. Oké, en het doet Luc ook de sleutels en zo regelen of de toegang? Nee hoor, dat wordt ontbijt. Oké. Het lekkerste ontbijt. Ja, je hebt lekkere broodjes. Komt u maar. Dit is heel anders. Kijk, dat is wel fenomenaal dit. Ja. Is dit dan de discokamer? Nee, ja, hier trekt Bruno zijn pak wel vooruit. En zijn dancing shoes. Ja.
Dit is de plek waar je je opmaakt voor een nachtje. Dansen. Dansen in Middelburg. Dansen in Middelburg. Doei. Ik vind het wel heel mooi. Ik zal nog even een goede feature laten zien. Kijk. Wat is dat dan? Oh! Dat is zeker een goede feature. En dit hebben we ook overal achter. Bruno komt echt overal terug. Die zit hem hier in de spat. Ja, die komt echt overal terug. En dit is een zit-unit. Ja. En lekker naar buiten koekeloeren. Want hier heb je... Ja, je kijkt gewoon een plantje ook. En op het terras. Mooi hoor. En ook weer transparante douche. Ja. Daar kan je ook zelfs douchen met het raam open als je dat wilt. Misschien vind ik dit wel tot nu toe de mooiste. Ik weet niet zeker. Ja, dat is mooi. Hè? Ja. Wij wisselen ook, wij hoppen steeds van. Nu vinden we die het mooiste. Maar als jullie hier zelf zouden huren, waar zouden jullie gaan slapen het liefst, denk je? Het hangt een beetje vanaf wat we gingen doen. Wat voor stemming je hebt, ja. 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 Maar misschien ging ik met mijn zus wel in het stapelbed. En met mijn vriend zou ik wel een tweepersoonsbed willen. Ik vind deze wel echt heel erg leuk, omdat die zo over de top is. Je slaapt nooit op zulke plekken en dat is gewoon superleuk. Maar ze schelen ook wel in prijs, denk ik. Hè? Van hoe duur tot hoe goedkoop zijn ze? Of, van 85 tot 125. Oké, okay, nou dat valt nog mee. Dus, schappelijk, toch? Ja, vind ik wel. Ja. We hebben gedacht aan onze liefste schoonmaakteam dat de kast opzij kan. Oh, die staat op wieltjes, ja. Dat er nog een soort op te maken is. Nou, fantastisch. Ja. Mooi man. Lekker muziekje op en gaan. Ja. Silent Disco alleen. Dat is ook weer zo'n mooi werk van Philip en Ab. Goed bezig zijn de jongens, hè? Ja, echt heel mooi gedaan. Super blij mee. Ja. Oké. Okay. Wil je met ons Bruno's mee naar de volgende? Ja. Ik ga geruisloos over de trappen. Ja. Oh, wat is dit hier? Er zit ook nog een heel... de kleding al te typen. Ja, bekleden. Van ooit een mooi dier. Ja. Nou, daar heb je niet zoveel uitzicht. Maar dit is een wat kleinere. Ja, maar toch wel niet. Hij is klein of compact, maar het is toch nog steeds een hele toffe, gezellige kamer, denken wij. Waarbij we... Dat roze is wel een heel apart effect bij de douche. Is toch leuk? Ja. Moet je eens kijken, als je daar in de douche gaat staan, kun je zo naar buiten kijken. Dat is wel leuk, ja. Wel allemaal transparant. Bij de oude Nanking. Mooi, hè? Kijk, dan zie ik net Ron Boon, die staat daar in te pakken. Ja. Zal ik even zwaaien van onder de douche? Je hebt echt alle mogelijkheden om hier licht en ruimte te maken. En zoveel verschillende kleuren zie ik hier ook. Ja, leuk hè? Ja. Als je de andere kant kijkt, dan zie je zo de lapijan. Oh ja, precies tussendoor. Achterkant van de stad, altijd leuk. Het is wel lekker dat het raam open kan. Nou, nu hebben we spiegels, dames. Gaat echt. Nou, dan nog eentje. Nog eentje dan. En nu de laatste. De laatste. Is dit ooit verbrand geweest? Nee hoor. En mij ook wel. Het ziet er echt uit als een... Ja, maar het heeft nooit gebrand. Oké. Okay. Ja. Met het podiumbed. Okay. Dat is echt heel anders. Maar je zou het inderdaad denken, zo donker. Maar dat is niet zo. Ja, dat is ook super. Nou, hier hebben we oranje badkamer. En dat komt hier ook weer terug. Zeker. Mooi hoor. Een spatplaat. Ja, sommige kranen die krijgen nog een andere kleur, begreep ik. Ja, hier zie je hem alles wordt nog... Alles wordt nog... Alles wordt dat. Ja. Dat wordt nog... Dat is echt het laatste puntje op de i. Ja, precies. Zijn er nog andere dingen? Want dit is natuurlijk, meestal mensen die komen slapen in Middelburg, dat zijn meestal toeristen. Maar Middelburgers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Of niet? Absoluut. Ja. Ah, absoluut. Iedereen is welkom. Zeker. Zijn er nog dingen die mensen moeten weten? Is er een website? Is er, Er is sowieso een website. www.hotelbruno.nl.
Ja, en okay. We hebben voor de rest, wat mensen denk ik vooral moeten weten, is dat het een leuke en originele en met heel veel liefde gemaakte plek is. Ja, want jullie zijn hoe lang mee bezig geweest ongeveer met verbouwen en... Sinds oktober vorig jaar, dus dat is denk ik 3/4 jaar, zo ongeveer. Ja, dat is toch vrij snel gegaan. Want ja. Het was een woonhuis, hè, hiervoor? Ja. Ja, daarvoor is nog een heel traject geweest aan vergunningen en... en plannenmakerij, dat soort dingen. Dus dat, ja. Nou ja, ik had er natuurlijk al van gehoord vorige zomer, maar ik ben blij dat ik nu heb mogen kijken, nu het af is. Ja, je bent de allereerste, hè? Ja, ik vind het helemaal prachtig. Dus in ieder geval. Waardeer het zeer. Ik ga het delen. Het is een filmpje van 16 minuten, dus dat is erg lang, maar ik ga dat lekker toch niet knippen. Zelfs niet jullie glimpen van hoofden. Oh. En ik dank jullie voor de rondleiding en ja, heel veel succes gewenst hier. Dankjewel. We komen vast wel eens een keer proefslapen hier. Ja, is even. Thank you.